Na de trekkertrek en hooivorkdarten is het tijd voor nieuwe onderdelen. Van spijkerbroek hangen krijgen de deelnemers honger. En dat komt goed uit, omdat het tijd is voor frikadellen. Frikadellen vreten, ja, je ziet wel van die spelletjes op tv en zo. Van nou ja, we moeten er ook een tas bij hebben. Nou ja, dat was een frikadel eten. En je hebt 5 minuten tijd zoveel mogelijk frikadel nog eten. Dat eten, dat ging wel heel mooi. We hadden 6 teams en 6 scheidsrechters, waarvan ik er 1 was. En min 2! We hebben al 5! Jij lust het wel, hè? Ik vond frikandel 1 bij de Keto Olympics toch wel geweldig. Dus ja, heel veel die duwen eigenlijk niet. Want die waren toch bang dat de combinatie van bier en veel frikandel toch niet helemaal goed ging. Al snel is duidelijk dat Kate Eekst hier voor de winst gaat. Zoals iedereen dan kon zien, ging het natuurlijk hartstikke goed. Dus ik de beste frikandel eten. Ja, uiteraard had beter gekund, maar dat komt door de wind. Beetje, de wind staat komt van de verkeerde kant. Normaal komt de wind van die kant, dan gaat het zo hup, flop de mond in. Ja, in elk geval wind in de rug, dus ja, het had niet zo makkelijk. Aangezien Kate Annen dit onderdeel heeft verloren, probeert vrouwenverslinder Jelmer ergens anders mee te scoren. Rustig maar, vanavond kun je er nog heen. Ja, dat scheelt weer. Oh, niet bijten, hè? Niet bijten! Michelle van Kate Eeksterveen, die viel me niks tegen. Dat ze wel een stuk of 6, 7 frikandellen op heeft gegeten. Dus die verdient vanavond nog wel eentje, dacht ik.